Dag allemaal, beste kijkers thuis ook. Bij het opruimen van mijn archief vond ik een schriftje. En daar vond ik de volgende aantekening. Harbauer schijnt rond 1801 gepromoveerd te zijn. Maar de paar keer dat NP in Parijs was, was de bibliotheek dicht. Het proefschrift was dus niet te vinden. Deze wat raadselachtige aantekening dateert van 15 juni 2015. De NP uit het stukje is Nico Plomp, de vroegere adjunct-directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie. U ziet hem hier. Ik was op zoek bij Plomp. Het was een privébezoek, het ging niet over zijn werk, maar het ging over het onderwerp dat hem ontzettend na aan het hart lag. Waar hij eigenlijk zijn hele leven al mee bezig was. Het beheerste zijn leven. Hij wilde alles te weten komen over deze persoon. Het ging over Franz Josef Harbauer. Hij had twee artikelen geschreven over deze persoon. En als er één ding duidelijk was uit die artikelen, dan was het wel dat hij een biografie over Harbauer wilde schrijven. Nou, dat wilde ik dus ook heel graag doen. En daarom was ik bij hem op bezoek. Ik wilde namelijk dat met hem bespreken of hij het niet vervelend zou vinden dat ik dat ook wilde doen, een biografie schrijven over Harbauer. Ik wilde hem niet in de wielen fietsen. Hij vond het helemaal niet erg dat ik dat ging doen. Hij vond het zelfs heel fijn dat ik dat ging doen. De reden daarvoor was wat minder prettig. Hij was op dat moment al ziek. En een korte tijd daarna was hij niet meer aanspreekbaar en in 2017 is hij helaas overleden. In die tussentijd was ik al bezig met de biografie over Harbauer en die wetenschap dat het proefschrift over Harbauer niet te vinden was, heeft mij natuurlijk enorm getriggerd. Want wat ga ik doen als ik hoor dat iets niet te vinden is? Ik ga natuurlijk nog harder zoeken. Ik weet niet of u wel eens aan de slag bent geweest voor historisch onderzoek met behulp van Google. Ik kan u vertellen, dat is een goudmijn. Even kijken hoor. Ik heb via Google heb ik dus wat zoektochten gedaan. Ik heb enorm veel materiaal gevonden voor de biografie. Memoires, verzamelde bronnen, gepubliceerde dagboeken, kalenders, echt van alles en nog wat. En ook van heel veel beroemde mensen, zoals deze personen hier. We zien hier von Humboldt, Goethe en Schiller. Bijna alles wat je nodig hebt voor historisch onderzoek kun je op Google vinden. En dat had ik echt wel nodig, want over de persoon van Harbauer is best wel veel geschreven, maar zijn eigen archief is nergens te vinden. En ik moest er dus ook zelf voor op reis om het proefschrift van Harbauer te gaan zoeken. En ik nodig u uit om met mij mee te gaan op reis. We gaan een virtuele tijdreis maken door Europa van rond 1800. We beginnen in Duitsland. Oh nee, Duitsland bestaat nog niet in 1800. Oké, dan gaan we eerst naar Frankrijk. We beginnen onze reis in het plaatsje Neuwiller in de Elzas. Daarna gaan we naar het Duitse prinsbisdom in Würzburg. En daarna gaan we nog wat verder oostelijk. Dan gaan we naar gebied Sachsen, Weimar, Eisenach en uiteindelijk belanden we alsnog in Parijs, dat beloof ik u. Het doel van deze reis is tweeledig. Kijk, hier zien we het kaartje. Deze reis gaan we maken, ongeveer. Ten eerste wil ik u een andere kijk op de Duitse en Franse geneeskunde presenteren van rond 1800 dan de gangbare. En de tweede reden van waarom ik deze reis wil maken is dat ik u graag deelgenoot wil maken van de bloedstollende kanten van het archiefonderzoek. Goed, volg mij. Onze reis begint op 24 maart 1776. Franz Josef Harbauer wordt geboren als zoon van een eenvoudige dorpschirurgijn in het plaatsje Neuwiller dat u hier afgebeeld ziet. Het ligt vlakbij Straatsburg in de Elzas en in die tijd hoorde dat bij Frankrijk.
Maar de mensen die er wonen, die voelden zich Duits. Jozef Harbauer is een intelligente jongen, hij is charmant en hij maakt gemakkelijk vrienden. Als hij 10 is, dan gaat zijn vader dood en 3 jaar later breekt de Franse Revolutie uit. Het wordt al snel oorlog met de buurlanden. Ook in de Elzas wordt gevochten met de Pruisen en de Oostenrijkers. In verschillende plaatsen in de Elzas worden die Oostenrijkse troepen binnengehaald als een soort bevrijders. Maar de tijd keert al snel. In 1793 slaan de Fransen de vijanden terug. De Duitsstalige bevolking in de Elzas die wordt dus al snel verdacht van heulen met de vijand en die slaan massaal op de vlucht. Ook Jozef Harbauer gaat er vandoor. En hij kan niet meer terug, want Fransen die 1 keer over de grens gegaan zijn, die wachten doodstraf als ze weer terug willen keren. Dat is bij wet geregeld in het revolutionaire Frankrijk. Zo komt Jozef Harbauer na een omweg terecht in Würzburg. Hier wordt hij opgenomen door de familie Siebold. Dat is een beroemd artsengezin. De flamboyante vader Karel Kaspar Siebold is de best geklede man van Würzburg. Maar hij is ook een heel kundig geneesheer en heelmeester. Hij is de baas van de geneeskundefaculteit van de Universiteit van Würzburg. En hij is de baas van het Juliusspitaal. Deze Siebold is op latere leeftijd geneeskunde gaan studeren. Hij was eerst wondarts in het leger. En na zijn studie heeft hij een reis gemaakt naar Parijs en Londen en Leiden. In Parijs heeft hij de Académie de Chirurgie bezocht, die in 1731 was opgericht. Daar werd heelkunde gedoseerd op een universitair niveau. Dat was nog wel eens wat anders dan het eenvoudige snijwerk van een doorsnee barbier. Dat was dus heel nieuw. En Siebold had in Parijs demonstraties bijgewoond van de beste heelkundigen. En hij had lezingen gevolgd van heelkunde, anatomie en verloskunde. In Londen was hij getuige geweest van de variolatie van 160 weeskinderen. Dat was in die tijd een absolute noviteit. Kinderen die besmet werden met smetstof van andere kinderen die pokken hadden gekregen. Met als doel dat ze dan later zelf geen pokken zouden krijgen. Pas veel later zou de koepokvaccinatie worden uitgevonden. En ja, dat was dus heel nieuw. Siebold heeft dat ook zelf meegenomen naar Duitsland en geprobeerd daar ook toe te passen. In Leiden tenslotte had hij kennis gemaakt met het baanbrekende klinische onderwijs van deze meneer, die wij allemaal kennen natuurlijk, de leerlingen van Boerhaven. Hij had ook het gebruik van de thermometer daar leren kennen en de microscoop en ontwikkelingen in de scheikunde. Al die nieuwigheden die hij tijdens die reis heeft opgedaan, die heeft hij meegenomen in het Würzburgse ziekenhuis. En op zijn initiatief is dus dat ziekenhuis, het Juliusspitaal, helemaal gerenoveerd en gemoderniseerd, zodat daar klinisch les gegeven kan worden. Theorie en praktijk wil hij op die manier met elkaar verbinden. Kleine ziekenzalen, een rudimentaire vorm van hygiëne, een modern anatomisch theater en later in 1805 zelfs een echte operatiekamer. Het ziekenhuis werd er heel beroemd mee. Karel Kaspar Siebold geeft Jozef Harbauer de kans om het gymnasium te doorlopen en daarna ook kennis te maken met de heelkunde. Dat laatste, dat gebeurt onder leiding van zijn oudste zoon, Christoph Siebold. Hij heeft meegeholpen met de inrichting van de klinische school en die geeft daar ook les. Siebold junior heeft dus ook een scholingsreis gemaakt, net als zijn vader. Hij is naar Wenen gegaan, waar de beroemde Gerard van Zwieten heeft gewerkt. Hij was er nogal teleurgesteld in het niveau van de studenten die daar werkten. Zelf is die Christoph Siebold een strenge leermeester die hoge eisen stelt. Hij ziet er hier ook heel streng uit, vind ik.
wie niet zijn best doet, die kan vertrekken. Het gaat om beobachtingsflights. Met dit bijna niet te vertalen woord bedoelt hij zorgzaamheid en oplettendheid tegelijkertijd. Oftewel, de studenten moeten en goed voor hun patiënten zorgen, maar ze moeten die patiënten ook goed observeren. Jozef Harbauer staat niet ingeschreven bij de universiteit. Misschien is dat uit veiligheidsoverwegingen, want als hij een Fransman zou tegenkomen, dan kan hem dat zijn leven kosten, want hij is immers een Franse vluchteling. En die krijgen de doodstraf. Dat is niet eens zo heel erg ondenkbaar, want in de zomer van 1796 staan de Fransen in Würzburg voor de deur. Daarna volgt een grote strijd, maar Franz Josef Harbauer zal die niet meemaken, want hij is dan al vertrokken. Op 1 september 1796 staat hij ingeschreven bij de Universiteit van Jena. Jena ligt een stuk verder naar het noordoosten, vlakbij Weimar. De universiteit staat onder hoede van onder andere de hertog van Sachsen-Weimar-Eisenach. De Universiteit van Jena is op dat moment het brandpunt van intellectuele en artistieke creativiteit voor heel Europa. Hier moet je zijn als je ingewijd wilt worden in de nieuwste ideeën op het gebied van literatuur, natuurfilosofie, natuurgeneeskunde enzovoorts. Grote dichters en filosofen geven les aan de Universiteit van Jena. We hebben daar bijvoorbeeld Friedrich Schiller en Johann Gottlieb Fichte. Jena ademt wetenschap en literatuur. En het is een trekpleister van je welste voor heel Europa. Harbauer gaat op kamers bij Fichte en raakt met hem bevriend. En hij gaat geneeskunde studeren. Christian Gottfried Grüner, Justus Christian Loder, Christoph Wilhelm Hoefland en Johann Christian Stark geven hier les. Ik loop ze één voor één even na. Grüner, een heel erudiet man, maar in de omgang is hij buitengewoon onaangenaam. Het is een echte hork die voortdurend ruzie maakt met zijn collega's. Maar goed, hij geeft les over de geschiedenis van de geneeskunde. Deze man is veel sympathieker, dat kun je ook al zien aan de afbeelding. Dit is Loder, hij geeft les over anatomie en oogheelkunde. Hij is een echte man van de praktijk. Hij is opgeleid als heel- en verloskundige. Maar hij is vooral beroemd als een van de beste anatomen van zijn tijd. Hij is bevriend met Johann Wolfgang von Goethe, die aan het Hof van Weimar verbonden is. En hij is enorm populair. Om de toestroom aan studenten te kunnen herbergen, heeft hij zelfs het anatomisch theater moeten laten verbouwen. Dan Hoefland. Hoefland is ook enorm populair. Hij doseert ziekteleer en ziekenverzorging. En hij wil zijn studenten verheffen. Hij heeft een geneeskundig leesgezelschap in het leven geroepen om de smaak voor grondige studie van de kunst en ware beschouwing te bevorderen. En vooral de studenten van het vluchtige krantenlezen af te houden. In plaats van hun tijd te verspillen aan het volgen van de laatste nieuwtjes, moeten ze van hem de klassieken lezen. Het is een beetje vergelijkbaar met wat tegenwoordig een beetje aan de hand is, hè, met die mobieltjes. Je mag geen mobieltjes meer in de klas. Dat was zijn idee. Hoefland richt zich vooral op lifestyle. Hij heeft er een boek over geschreven dat hij wereldberoemd heeft gemaakt. Het heet Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängen. Daarin promoot hij de macrobiotiek. Hij pleit voor een harmonische en gematigde levensstijl. Het boek slaat enorm aan. Zijn ideeën sluiten dan ook aan bij eeuwenoude ideeën over het goede leven. Maar ook bij de moderne natuurfilosofie van Friedrich von Schelling. Harbauer neemt Hoeflands gedachtegoed in zich op en raakt met hem bevriend. Op het moment dat Fichte uit Jena vertrekt vanwege allerlei ruzies die hij heeft gekregen,
moet Harbouwer een ander kosthuis zoeken en dan kan hij bij Hoefland terecht, die op dat moment ook wel blij is dat hij er is, want hij heeft een last van een oogziekte en dan kan Harbouwer hem mooi verzorgen. Nou, de laatste docent met wie Harbouwer te maken krijgt is Stark. Stark is ook op de praktijk gericht. Dat blijkt al uit de titel van zijn Handboek zur Kenntnis und Heilung innerer Krankheiten des menschlichen Körpers, vorzüglich aus eigenen Beobachten und Erfahrungen am Krankenbett bezogen. Dat in 1799 en 1800 in twee delen verschijnt. Het handboek is een weerslag van zijn 20-jarige ervaring. Hij heeft het niet alleen voor studenten geschreven, maar ook om zich te wapenen tegen plagiaat. Daar had hij last van. In het handboek heeft hij de symptomen, de diagnoses, de etiologie en de toe te passen therapieën opgesomd van veel voorkomende aandoeningen. Ik laat het hier even zien. Dit is meneer Stark. Ik was helemaal vergeten om het knopje te drukken. Kijk, dit is het boek. Bij de keuze voor de behandelingen gaat hij niet uit van wat de gebruikelijke theorieën zijn die op dat moment figureren in de geneeskunde. Hij kent die theorieën allemaal wel, maar hij wil zich niet in een keurslijf laten dwingen. Hij wil uitsluitend uitgaan van wat werkt volgens zijn eigen ondervindingen en zijn eigen waarnemingen aan het ziekbed. En de gegevens daarover heeft hij al in 1789 opgeschreven in dit boek. Auszüge aus dem Tagebuche des Herzoglichen Jenaischen Klinischen Instituts. Hierin staan een paar enorme tabellen met gegevens over patiënten die hij heeft onderzocht. De aantallen, maar ook anonieme gegevens over hun levensomstandigheden en over de weersgesteldheid tijdens de ziekte en tijdens de behandeling. Stark gaat er namelijk van uit dat de omgeving mede bepalend is voor het ontstaan van ziekte en voor het verloop en de besmettelijkheid van ziekte. Als docent geeft hij les in anatomie, fysiologie, diëtetiek, pathologie, diagnostiek, materia medica, farmacologie en de praktijk van de verlos- en heelkunde. Voor zijn beste studenten, die noemt hij zijn lieblingen, heeft hij een speciaal opleidingstraject ontwikkeld. Net als Christoph Siebold hanteert hij daarbij een strenge selectie. Alleen wie beschikt over goede zinnen en beobachtungsgeist en over voldoende kennis op het gebied van Grieks, Latijn, psychologie, theologie, natuurkunde, scheikunde, de geschiedenis van de geneeskunde en de filosofie, alleen die mensen die mogen meedoen. Zijn methode wordt ook elders gehanteerd en doet heel modern aan. En het mooie is, hij heeft het ook op schrift gesteld. Dus ik kan er iets over vertellen. Kort gezegd komt het op het volgende neer. Studenten uit het eliteclubje, die mogen onder begeleiding van een ouderejaars, een hogerejaars, zelfstandig naar patiënten toe. Onder andere armlastige patiënten die geen dokter kunnen betalen. De studenten stellen een diagnose en doen een voorstel voor behandeling. En dat wordt dan in het studentengroepje besproken. En in de laatste instantie kijkt Stark naar de ideeën en geeft er zijn fiat aan. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten. De studenten krijgen echte patiënten om op te oefenen. En de patiënten zijn verzekerd van een goede behandeling, want de professor zelf kijkt er natuurlijk ook naar. En ze hoeven er geen eens voor te betalen. En het mooie is, ze hoeven ook niet voor de medicijnen te betalen, want die worden door de hertog van Weimar vergoed. Harbouwer maakt ook deel uit van dit groepje, uiteraard. Hij doet het zelfs zo goed dat Stark hem een van zijn favoriete patiënten toevertrouwt. En dat is de beroemde dichter Friedrich Schiller. Tussen Schiller en Harbouwer klikt het. Ze worden goede vrienden, hij wordt een vriend aan huis en de Schillers worden eigenlijk een soort surrogaatfamilie voor hem.
Het is inmiddels 1801 en het wordt tijd voor een tussenbalans. Afgaande op wat ik tot nu toe verteld heb, hoe zouden we de Duitse geneeskunde omschrijven waar Josef Harbauer mee te maken heeft gehad? Nou, ik heb hier een lijstje gemaakt. Een moderne ziekenhuizen met kleine kamers, zoals in het Julius Spitaal. Daar wordt ook universitaire heelkunde en verloskunde gedoseerd. Een nieuw anatomisch theater. Observatie is belangrijk, onder andere het gebruik van de thermometer. Variolatie, ik weet nog niet of dat heel veel gedaan werd in Duitsland, want ze waren er een beetje huiverig voor. En ja, er was natuurlijk ook een operatiekamer, maar die kwam pas toen Harbauer al lang en breed vertrokken was daar. Nou, en dan in Jena. Nou, geschiedenis van de geneeskunde werd daar gedoseerd. Dat is niet heel vreemd, want dat gebeurde op andere plekken ook. In Duitsland zijn ze daar trouwens heel erg serieus mee, hè? Geschiedenis van de geneeskunde. Dat maakt daar deel uit nog steeds van het curriculum, van het basiscurriculum voor geneeskunde. Anatomie was belangrijk, dat was Loden natuurlijk, hè. De lifestyle interventies van Hoeveland, ook niet mis. Universitaire heel- en verloskunde ook hier. Veel gericht op de praktijk, theorie, nou, dat is niet zo vreselijk belangrijk. Eigen waarneming is vooral wel belangrijk. Moderne onderwijsmethoden en geneeskunde voor de armen. Met andere woorden, en ik ga nu even een waarschuwing geven, ik ga u nu even volledig op het verkeerde been zetten. Met andere woorden, de Duitse geneeskunde is reactionair en achterlijk. Ze wordt gekenmerkt door extravagantie, overmaat aan holle en lege theorie, speculatie, vergissingen, gebrek aan empirie. En dat ligt allemaal aan de filosofische theorieën van Fichte en Schelling, waarop de Duitse geneeskunde gebaseerd is. De tegenstelling tot wat er op dat moment gebeurt in Frankrijk is natuurlijk enorm. Hier worden juist in deze tijd de basisprincipes van de empirie ontwikkeld, van waaruit de medische wetenschap verder kan groeien. U raadt het al, dit zijn natuurlijk niet mijn woorden. Deze meneer is daar verantwoordelijk voor. U hoort Carl August Wunderlich hier spreken. In 1859 heeft hij deze ideeën op schrift gesteld. Hij heeft ze de wereld ingeslingerd om de achterlijke Duitse geneeskunde te plaatsen tegenover de medische vooruitgang die op dat moment plaatsvindt in Frankrijk. Wunderlich was zo ontzettend invloedrijk dat zijn kijk op de medische geschiedenis heel lang stand gehouden heeft en in sommige opzichten nog steeds de gebruikelijke kijk op de zaak is. Ik kom hier natuurlijk op terug. Ondertussen heeft Josef Harbauer zijn opleiding in Jena zo'n beetje klaar, maar hij is nog altijd niet gepromoveerd. Hij heeft goede dingen gehoord over wat er in Frankrijk allemaal op dat moment gaande is, dus hij wil graag naar Parijs. Nou, het geluk is met hem, want het kan nu ook. Kort geleden is er een algemene amnestie afgekondigd voor gevluchte Fransen. Hij hoeft dus niet meer bang te zijn dat hij op het schavot belandt als hij landgenoten tegenkomt. Het eerste wat hij doet is natuurlijk zijn familie bezoeken. En hij maakt meteen van de gelegenheid gebruik om eventjes in Straatsburg langs te gaan. Wat hij daar ziet, stelt hem ontzettend teleur. Sterfhuizen noemt hij de ziekenhuizen die hij daar heeft gezien. Hij schrijft erover aan Friedrich Schiller. De ziekeninrichtingen worden op een dilettantische manier geëxploiteerd, vertelt hij. De beste gebouwen en rijkste fondsen worden gebruikt voor het doden van mensen. Alles gaat er op een afschuwelijk nalatige manier aan toe. En het zal ook niet snel beter worden als het er dieper in de Republiek niet anders uitziet. Het was natuurlijk een enorm contrast met wat hij gewend was in Würzburg en Jena. Toch reist hij door naar Parijs. Hoe is de situatie op dat moment daar? Om dat een beetje uit te leggen, moeten we even een klein stukje terug in de geschiedenis. Aan het begin van de revolutie, in
1792 was tegelijk met het afschaffen van de gilde ook het artsenberoep vrijgelaten in Frankrijk. Iedereen die patentrecht betaalde, mocht het vak van geneesheer, heelmeester, vroedvrouw of apotheker uitvoeren. Er waren geen diploma's meer vereist. De opleidingen waren afgeschaft. Universitair onderwijs was in de ban gedaan. Dit leidde tot een periode van geneeskundige anarchie. Dat is een begrip dat ik van Joost Vijslaar heb geleend. Al snel kwamen de revolutionaire machthebbers er natuurlijk achter dat het niet zo handig is als een land in oorlog in een periode van geneeskundige anarchie zich bevindt. Je hebt geneesheer en heelmeesters nodig, vooral als die heelmeesters aan het front ook nog eens bij bosjes sterven in de strijd. Dus er moet iets gebeuren. In 1794 werden er speciale scholen in het leven geroepen, École de Santé. De Parijs École was een voortzetting van de Académie de Chirurgie, waar ik hiervoor al over verteld heb. Zij werd het voorbeeld voor andere opleidingen. Dat betekende dus, dat is te verwachten, vooral gericht op de klinische praktijk. Er werd lesgegeven in anatomie, fysiologie, pathologie, natuurgeschiedenis, scheikunde, natuurkunde, volksgezondheid, verloskunde en, dat was best wel nieuw, vrouwen- en kinderziekten. De nieuwe opleidingen trokken veel studenten, ook van buiten Frankrijk, en natuurlijk een van hen was Franz-Josef Harbauer. Harbauer start ook een privépraktijk onder welgestelde Duitse immigranten waarmee hij in zijn onderhoud voorziet. Hij verwerft al snel een heel goede naam op dit terrein, vooral vanwege zijn goede bedside manners. Voor zijn promotieonderzoek loopt hij stage in twee ziekenhuizen. Het eerste is dit, het Hôpital de la Charité, een relatief klein ziekenhuis. 500 bedden, verdeeld over 6 zalen, mannen en vrouwen. De geneeskundige staf bestaat uit een paar heel bekende figuren uit de Franse medische geschiedenis. Jean-Baptiste Eugénie Dumangin, hij is de geneesheer directeur. En verder werkt ook Joseph Deschamps daar en Jean-Nicolas Corvisart, die naam die is echt heel groot. En Jean-Jacques Leroux de Thie. Al deze artsen hebben dus een enorm goede naam opgebouwd in de geneeskunde en de chirurgie. Het ziekenhuis staat heel goed bekend en wordt zelfs later in de geschiedschrijving geroemd. Harbauer brengt iedere ochtend door in het ziekenhuis. In een brief aan Schiller doet hij verslag van wat hij daar meemaakt. Hij vertelt dat op het moment dat de geneesheer van dienst zijn ronde doet, hij zelf ook de patiënten onderzoekt. Hij stelt een ziektebeschrijving op en noteert welke behandeling de patiënt volgens hem nodig heeft. Nou, we kennen hier de werkwijze van Stark nog wel in. Maar dan vertelt hij, de zogenaamd beroemde artsen, Jozef noemt ze niet bij naam, werken volgens hem nog helemaal volgens de ouderwetse symptomatische manier. En daarom is het heel nalatig in zijn ogen. Zij passen dwaze behandelingen toe en proberen hun fouten te verdoezelen. Voor zijn ogen worden de zieken verwaarloosd. Als een arts even niet meer precies weet wat voor diagnose en behandeling van toepassing zouden kunnen zijn, laat hij de patiënt gewoon extra lang lijden. Soms zelfs met behulp van nog medicijnen die de kwaal nog doen verergeren. Alleen maar om de symptomen te kunnen bestuderen. En zo gaan de patiënten steeds verder achteruit. Sommigen worden chronisch ziek, anderen gaan zelfs dood. Als de arts eerder ingegrepen had, denkt Jozef Harbauer, dan waren ze nu nog te genezen geweest. En Harbauer ziet dit alles met ledenogen aan. Zo moet het dus niet, vertelt hij aan Schiller. Hoe het wel moet, leert hij in het Hospice de Perfectionnement. Dat is ingericht als kliniek van de Parijse École de Santé. Het is gesplitst in een geneeskundige en een chirurgische afdeling. Jozef doet ervaring op in de chirurgische afdeling die in handen is van Alexis Boyer en Antoine Dubois.
Ik ga over beide ook even wat vertellen. Dubois heeft eigenlijk een beetje dezelfde achtergrond als Harbauer. Hij is afkomstig uit een eenvoudig nest. Ik geloof dat zijn vader kleermaker was of iets dergelijks. En hij is onder de vleugels van twee beroemde heelkundigen opgeleid in de Charité. Hij is nu een van de beste chirurgen van Frankrijk. En Dubois, die werkt sinds 1790 als hoogleraar chirurgie aan de medische faculteit. En later is hij directeur geworden van de École de Santé. Hij geeft verloskunde en heelkunde. Ook leidt hij vrouwen op tot volledig gekwalificeerde vroedvrouwen die zich qua competenties kunnen meten met hun mannelijke evenknieën, de verloskundigen. Dubois staat bekend als een nuchtere scepticus. Hij trekt graag de moderne uitvindingen van zijn collega's in twijfel. Hij schijnt eens, niet geheel zonder ironie, tijdens een van zijn lessen te hebben gezegd, en ik citeer: "Ik herinner me de tijd dat de toepassing van de verlostang was gereduceerd tot een systeem dat bij iedere gelegenheid werd gehanteerd. Vrouwen konden niet meer baren zonder dat instrument. Later werd die rol overgenomen door de keizersnee. De hebetomie, een operatie waarbij schaambeenderen worden doorgezaagd om een bekken te verwijderen, verving de keizersnede en deze methode had ook tal van aanhangers. Deze tijd is nu voorbij. Vrouwen baren vandaag de dag ook zonder hulp van een verlostang, een keizersnee of een hebetomie. Maar je zult zien dat binnenkort de patiënten baren met behulp van bloedzuigers. En ook heel goed zonder ze kunnen." De lessen in chirurgie die Dubois geeft, die zijn speciaal bedoeld voor studenten die al een tijdje in de praktijk werken en bij hem komen voor de puntjes op de i op hun curriculum. Dubois propageert dus eenvoud. Laat alle overbodige handelingen achterwege en concentreer je alleen op dat wat noodzakelijk is. Dat blijkt ook al uit het citaat. En Jozef Harbauer die vindt dat is allemaal prachtig. Hij vindt het een genot om de operaties van Dubois en Boyer bij te wonen. En dat schrijft hij ook vol enthousiasme aan Schiller. In het Charité heeft hij geleerd hoe het niet moet. En hier leert hij hoe het wel moet. Uit de beschrijving van de praktijk van Harbauer in Parijs blijkt dat daar dus ook praktisch ingestelde, empirisch werkende en moderne chirurgen zijn. Net zoals wat hij in Duitsland heeft meegemaakt. Maar er blijken dus ook geneesheren te zijn die volgens verstrekt verouderde werkwijze te werk gaan. Zelfs in het dus heel goed bekendstaande Charité. Aan de andere kant, die voorbeelden van de familie Siebold en Stark hebben dus al laten zien dat in Duitse gebieden artsen werken die en theoretisch en praktisch onderlegd zijn naar de eisen van de tijd. En die ook empirisch te werk gaan. Eén voorbeeld is natuurlijk geen voorbeeld. Het is niet genoeg als bewijs. Harbauer kan overdreven hebben. Of misschien heeft hij juist de pech gehad om enkele uitzonderingen mee te maken op de regel dat de Franse genees- en heelkunde op dat moment de beste zijn van heel Europa. En dat de Duitse geneeskunde enorm achterloopt. Maar Harbauers ervaringen lijken niet de enige te zijn. In ieder geval niet voor wat betreft de Duitse landen. In 1982 heeft Tsouiopoulos aangetoond dat Andreas Ruschlaup in Bamberg evenzeer vooruitstrevend te werk ging. En recent hebben diverse historici aangetoond dat geneeskunde in plaatsen als Marburg en Göttingen ook veel moderner was rond die tijd dan Karl Wunderlich deed geloven. Vermoedelijk, en dat is mijn idee, komt dat doordat Wunderlich zich hoofdzakelijk op de theoretische bronnen heeft gebaseerd. Er bestaan dan ook vrij weinig bronnen uit de praktijk. Dat Stark een praktisch handboek geschreven heeft, is vrij uniek. Hoefland zei al dat praktikanten geen handboeken schrijven.
dat schreef hij dus rond 1800, hè, voor alle duidelijkheid. Die hebben er geen tijd voor en vinden zichzelf meestal niet zo belangrijk. Dat was zijn idee. Eerlijk gezegd is het mij nog niet gelukt om meer voorbeelden te vinden van ronduit slechte en ouderwetse geneeskunde, zoals Harbauer die heeft gezien in Frankrijk. Maar ja, zoiets vind je natuurlijk ook zelden terug in leerboeken en handboeken en medische traktaten. Daarvoor moet je dus weer hele andere bronnen gaan bestuderen. Maar op die manier is dus wel het beeld ontstaan dat de Duitse geneeskunde rond 1800 achterlijk en onwetenschappelijk was. Omdat zij op de natuurfilosofie geënt was, terwijl de Franse geneesende heelkunde vooruitstrevend en empirisch onderbouwd was. En dit is dus het beeld waarmee sinds die tijd, sinds midden 19e eeuw, onze ideeën over medische geschiedenis van die periode rond 1800 zijn gevoed. Ik hoop dat ik hier een beetje duidelijk heb kunnen maken dat dit verschil, in ieder geval in de praktijk van Franz Josef Harbauer, veel minder groot was dan in de literatuur wordt voorgespiegeld. En die literatuur is dus hoofdzakelijk gebaseerd op officiële bronnen als leerboeken en wetenschappelijke publicaties. Daarin worden die verschillen, en dat is mijn idee, uitvergroot ten bate van het wetenschappelijke debat. En de praktijk, ja, die ondersteunt dit gewoon niet altijd. Mijn conclusie is dus dat de verschillen tussen Duitsland en Frankrijk zijn uitvergroot omwille van het wetenschappelijke debat. Ik ben bijna gekomen aan het einde van mijn verhaal. De tijd dringt, het is tijd bijna voor de lunch. Kijk, nog 3 minuten. Maar, oh nee, wacht even, het is 1803. De tijd begint te dringen, want binnenkort zijn er nieuwe wetten van kracht. En die wetten die verplichten geneesheren om gepromoveerd te zijn voordat ze in Frankrijk in de praktijk mogen werken. Het proefschrift van Harbauer is nog altijd niet boven water. En hij moet haast maken, want als hij zijn begeerde bul niet krijgt, dan kan hij dus zijn praktijk neerleggen en dan heeft hij geen inkomsten meer. Dan zit hij zonder geld. Deze wet, circulaire. Zelf heb ik inmiddels al alle bibliotheekinventarissen in Parijs bestudeerd en ik heb de blaren op mijn vingertoppen van het googelen op de naam van Harbauer, maar zonder resultaat. De geneeskundige archieven in Parijs van rond die tijd zijn zo slecht geordend dat ik er bijna niks in vinden kan en al zeker niet het proefschrift van Harbauer. Nou ja, dan moeten we dat maar ons erbij neerleggen, dat proefschrift dat komt niet meer boven water. Andere thema's in het leven van Harbauer die vragen mijn aandacht. En een van die thema's die brengt me toch weer in Parijs. In de online inventaris heb ik namelijk stukken gevonden die ik toch nog wel even wil raadplegen. Maar dat heeft over iets heel anders te maken, met iets heel anders te maken dan de geneeskunde. Het gaat over spionage. Nu moet u weten, het archief in Parijs is reusachtig. Veel documenten staan daar op microfiche en die zijn nogal makkelijk te raadplegen. Want je kunt daar een keer, als je een beetje bent ingevoerd, helemaal je eigen gang gaan. Dat is hartstikke fijn. Maar zelf originele stukken raadplegen, dat is een stuk ingewikkelder. Want je mag maar 5 nummers per dag bestuderen. Dat is natuurlijk heel weinig. Gelukkig wist ik dat nog van mijn vorige bezoeken in Parijs. Dus deze keer heb ik 2 dagen gereserveerd. Veel van het materiaal dat ik wil bestuderen blijkt gelukkig op microfiche te staan, dus ik kan helemaal mijn eigen gang gaan. En de monitoren die zijn van oerdegelijke kwaliteit, dus ik maak een enorme berg foto's die ik later thuis op het gemak kan bestuderen. En dan blijft er zelfs nog wat tijd over om een paar originele archiefstukken te reserveren. De tweede dag in het Nationaal Archief is bijna voorbij. Ik heb 4 archiefnummers geraadpleegd en samen met die foto's die ik allemaal op microfiche, van de microfiches heb gemaakt, ben ik enorm blij met mijn oogst. Ik kan nog 1 archiefstuk raadplegen. Is het niet eeuwig zonde om die laatste mogelijkheid te laten lopen? Dat kan ik toch niet over mijn hart verkrijgen. Ik besluit toch nog een nummertje van de geneeskundige dienst op te vragen. Zomaar een nummer. Ik weet niet wat erin zit.
Het duurt niet lang of ik kan het stuk ophalen. Het is een dikke map. Ik heb geen idee of ik er wat aan heb. Een beetje moe en lusteloos na een dag microfiches fotograferen, dat is vreselijk vermoeiend, sla ik de map open. Bovenop liggen brieven. Mijn ogen registreren nauwelijks meer wat erop staat. Laat staan dat mijn brein nog de vertaalslag van het Frans naar het Nederlands kan maken. Maar plotseling stokt mijn adem en het zweet breekt me uit. Door mijn oogharen zie ik op een briefje van nog geen 10 bij 15 centimeter de naam van Harbauer gekrast. Ik sta meteen op scherp. Langzaam begin ik te lezen en mijn mond valt open. O citoyen ministre de l'intérieur à Paris. Parmi les demandes continuelles de certificat de capacité que l'école délivre provisionnement, ils s'en trouvent, donc le cas n'a pas été prévu. Ik doe nu even net als bij het Songfestival of bij het Duitse nieuws op de tv. Ik lees even over het Franstalige tekst heen de Nederlandse vertaling voor. Aan de burgerminister van Binnenlandse Zaken in Parijs. Onder de constant binnenstromende aanvragen voor bekwaamheidscertificaten die de geneeskundeschool afgeeft, is er één waarin niet is voorzien. Dit verzoek wordt gedaan door in Frankrijk geboren burgers die vanwege de omstandigheden tijdens de revolutie medicus zijn geworden aan buitenlandse universiteiten en zich nu presenteren op de school met het verzoek hun titels te viseren. Om het recht te verkrijgen om een praktijk te voeren in Frankrijk. Twee van dergelijke petities werden naar de laatste vergadering van de school gestuurd. Eén door de burger Harbauer uit Neuwiller, departement Barin, afgestudeerd aan de Universiteit van Jena. De tweede door een burger Russu aan de Universiteit van Aberdeen in Schotland. De school die zichzelf niet in staat acht uitspraak te doen over welke kant zij moet kiezen in deze zaak, heeft besloten om u, minister Burger, op de hoogte te stellen van deze verzoeken en u te vragen naar de zienswijze van de regering in deze zaak. De brief is ondertekend door deze meneer, Touré, de directeur van de school. Vlak voordat ik de map sluit, valt mijn oog op het antwoord van de minister, met potlood neergekriebeld in de kopregel van de brief. Vu par le ministre, oftewel gezien door de minister. Aan de andere kant, le règlement y a pourvu, oftewel het reglement heeft erin voorzien. En dan hier nog, acc, oftewel akkoord, le douzième van, akkoord 11 van Toze, oftewel 3 maart. Ik moet een juichkreet onderdrukken. Maar mijn tafelgenoten zien mijn blijdschap en knikken begripvol, want zij hebben dat ook wel eens meegemaakt natuurlijk. De vondst. Ineens vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats. Het was geen toeval dat Nico Plomp dat proefschrift van Harbauer niet heeft kunnen vinden. Of dat ik zelf het proefschrift niet had kunnen vinden. Omdat de proefschrift van Harbauer helemaal nooit geschreven is. Hij heeft de mazen van de wet gebruikt om een dokterstitel te bemachtigen. Dat hij in Jena helemaal geen promotieonderzoek heeft gedaan, heeft hij vermoedelijk niet verteld. De oorlogssituatie maakt het lastig om dat allemaal nog eens even na te gaan. En zo eindigt de zoektocht naar het proefschrift van Harbauer in een deceptie. Er is nooit een proefschrift geweest. Maar kom, laten we niet in mineur afsluiten. We hebben tijdens onze zoektocht ook wat wijsheid opgedaan. Vanaf nu zullen we namelijk nooit meer in zwart-wit termen denken of schrijven over de geschiedenis van de Franse en Duitse geneeskunde van rond 1800. Denken in zwart-wit is, of in wijzij is sowieso heel slecht voor de gezondheid. En wilt u alles nog eens rustig nalezen of meer weten over dat andere thema dat mij naar Parijs heeft gebracht, dan raad ik u aan om de biografie te lezen.
Het boek is te koop bij alle boekhandels in Nederland. Dank u wel voor uw aandacht.